KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. En welkom bij een nieuwe wedstrijd in de E-divisie, speelronde 9. En Nick den Hamer van FC Groningen neemt het met deze geweldige ploeg een sterrenensemble op tegen de volgende 11 namen van PEC Zwolle, die nu in beeld komen. En kijk eens even, net een beetje een blauw scherm. Nu is het gewoon een normaal basic goudschermpje. Normale kaarten. Bill, Ronaldo en Suarez vormen de voorhoede van Stefan Vellinga van PEC. En ik zit naast iemand die ook uit Zwolle schijnt te komen. Ik weet het niet helemaal zeker. Het is iemand die wel wat heeft met PEC. Ik ben dan ook een beetje verward waarom ik hier zelf eigenlijk nog naast zit. Maar Bassie Stent, welkom. Nou ja, ik denk omdat ik ook gewoon veel met Groningen heb. Ik heb in Groningen gewoond een jaar, hè? Groningen? Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ik heb daar een jaar gestudeerd. Okay. Dus een jaar? Dat is niet veel. Maar zullen we dan nu afspreken dat jij in deze wedstrijd gewoon voor Stefan bent en dat ik voor één keer... Nee, zullen we gewoon afspreken dat ik gewoon voor mooie doelpunten ben? Okay. Prima. Dan want daar is Nick ook een voorstander van. Nee, want ik kijk wel altijd uit naar wedstrijden van Nick. Ja, nee, maar ik ook. Ik heb dat ook gezegd. Ik heb wedstrijden van hem gezien, dat is ongelooflijk. Doelpunten achter stambeen, dragbacks. Hij gooit altijd drie dragbacks achter elkaar. De dragback king. En als je dit team dan ook ziet van Groningen, dan verwacht ik ook dat Groningen wint. Dus vrij aardig teampje, hè? Stefan, die vorige week gelijk heeft gespeeld tegen VVV. Nou ja, dat kennen we. Stefan die speelt al vaker gelijk. Tegen Utrecht gelijk gespeeld, waar hij eigenlijk moest winnen. En dat is denk ik wel het zuurste nog wat hem is gebeurd dit seizoen. Want ja, elke keer met die gelijke speler kom je niet heel ver mee. Daarom staat hij ook op een 17e plek. 1 punt meer dan Willem II. De hekken sluiten. En Groningen zien we terug op een 6e plek. Kijk, en dat is interessant. 4 punten nog achter op Heracles, die morgen zullen aantreden tegen FC Twente. Dus dat kan ook een interessant duel worden. Dat is de Overijsselse derby. Juist. En dus perspectief voor Nick. En ja, ook dus voor tegelijkertijd voor PEC. Mocht PEC stunten tegen Groningen, dan kan het natuurlijk ook zomaar zijn dat Twente punten verspeelt. Want die speelt dus tegen Brian Hessing. Goed. Ja, het wordt een lastig verhaal. Jeetje, ik heb hier nog nooit zo'n lange monoloog gehouden over de mogelijke stand en scores. Oeh. En zo, de eerste grote kans van Groningen kunnen we vast noteren. Ja, jij zegt vaak dat ik te lollig doe. Dus ik denk, nou, dan gaan we nu even serieus even aanpakken. Ja, ik sta versteld hier. Ik, ja, toch? Ja. Mijn oren klapperen. Maar bedankt, passie. Ja, geen probleem, jongen. PEC in de aanval. Ik vind dat wel een beetje een treurig beeld om dit te zien. PEC kwam al wel heel goed weg, hè, net? Jazeker. Nee, ik vind het een beetje een treurig beeld om te zien. Ik zie gewoon dat Stefan zichzelf niet is. Nee? Dat vind ik jammer. Wat dan? Nou ja, dit is niet de setting wat Stefan ligt, zeg maar. Hoe bedoel je? Stefan die vond het veel... Vorig seizoen fijn heeft hij ook aangegeven. Dat de mensen achter hem zaten, een beetje scheidlolligheid, weet je wel. Ja. En dat is ook de reden, denk ik, waarom Stefan... Ja, maar goed, wat ligt er dan? E-sporter is. Dat het wat serieuzer is geworden, dat het nu gewoon professionele setting is? Hij neemt het zelf ook serieuzer, want hij weet zelf ook dat hij niet de beste speler van de E-divisie is. En als je dan ook nog, zeg maar, je laat leiden door de setting. Je moet serieus doen voor je gevoel. Hij heeft ook vanuit de leiding te horen gekregen dat hij niet te scheidlollig moet doen. Oh ja? Ja, dus dan ga je toch anders gedragen. En dat zie ik gewoon naar hem terug. Ik zie gewoon dat hij het zelf ook heel serieus neemt. En dat is aan de ene kant natuurlijk heel goed, maar dat is niet zijn kracht, vind ik. Nee, okay. Maar goed, daarmee zeg je dan eigenlijk dat hij nu hier ook eigenlijk niet hoort te zitten. Dat zeg ik niet. Dat zeg je niet? Ik zeg alleen dat hij niet zichzelf is. Ja, okay. Klinkt wel als een pijnlijk verhaal. Maar het is niet een pijnlijk verhaal. Ik vind het gewoon jammer dat hij door heeft gekregen dat hij niet gek moet gaan doen. Terwijl hij gewoon een hele gekke guy is eigenlijk. Ja, maar dan moet hij en dat ziet hem ook. Ja, eigenlijk moet hij dan gewoon een YouTube-kanaal maken en weet ik het. Video's maken over 1-0 Groningen. Wereldgoals die hij tegenkrijgt, want dit is Garrett Bill. Ja, daar met zijn linker. En dit is wel een fantastisch doelpunt, hoor. Ja, geweldig. Wow, buiten dat je schreef. Ja, maar zijn kracht inderdaad. Dat ligt maar zijn kracht, kijk, dat is ook leuk. Bijvoorbeeld als je kijkt naar FC Utrecht. Die heeft Danny, een fantastische speler. En Lone de Bo, dat is een entertainment guy. En dat wordt ook omarmd door de club. En je ziet ook dat hij met Utrecht TV bezig veel is. En, ja, ja, maar goed, dat bedoel ik. Dus, en Lode zie je hier nu niet meer terug op de stoel. Nee, maar goed, dat is dan een keuze die je club maakt. Maar dan denk ik, van, ja, je kiest als club zijnde voor Stefan. Dan moet je hem ook zijn ding laten doen, vind ik. Ja, precies. Dat vind ik dus dan. Dus op deze manier, zoals hij hier nu zit, hoort hij hier niet te zitten. Als je hem hier laat zitten, zeg jij, dan moet je hem ook de vrijheid geven. En dan moet je accepteren als PEC dat het een scheidlollige tweede seizoenshelft wordt. Ja. En niet een prestatie. Want je gaat me niet vertellen dat zij Stefan nu het veld in hebben gestuurd. En dan verwachten dat hij top 5 gaat eindigen. Dat denk ik ook niet. Nee. Als zij de wedstrijden hebben gekeken. Zeg maar, ik weet dat verder niet. Kijk, want iedereen denkt wel van dat ik een contact heb bij PEC of zo. Maar dat ben ik niet. Ik kom gewoon uit de buurt van PEC. Oh.
Dus, maar sommige mensen denken dan misschien dat ik een functie heb binnen PEC. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dus daarom kan ik ook gewoon zeggen van, Je bent onafhankelijk. Ja. In dat op zich wel. Je bent gewoon een icoon uit de stad en een PEC-liefhebber. En iemand die PEC gewoon een warm hart toedraagt. Dit is Gerrit Bilmans, zijn tweede goal. Kijk, ik zie dan Stefan zijn reactie is geïrriteerd. Maar ja, je kan hier niks tegen doen. Nick is zo'n aanvallende machine eigenlijk. Machine. Maakt zoveel mooie doelpunten. Je ziet hier weer Gerrit Bill. Mooi. Ja. Ja, en bij winst vandaag komt Nick op 16 punten uit 9 duels. Precies. En dan met nog die Overijsselse derby in het vooruitzicht. Kan het toch een heel rooskleurig middagje worden voor FC Groningen. Ik ben trouwens ook bij de open dag van FC Groningen geweest, hè, over onafhankelijk gesproken. Alright. En daar heb ik één keer voor het eerst in mijn leven een Groningen trui aangedaan, moet ik bekennen. Sick. En ik voelde me heel ongemakkelijk daarbij. Ja, dat dacht ik al. Toen was je eigenlijk ook niet helemaal jezelf. Nee. Hey, ik heb ook gezegd, dat heb ik één keer gedaan en dat doe ik nooit meer. Maar je hebt wel Ron Jans ontmoet. Dat wel, maar ja, Ron Jans is gewoon een PEC Zwolle legend. En je kreeg gewoon heel veel geld daarvoor toen, toch? Ja, ik moet je zeggen, intens veel geld. Ja? Nee, natuurlijk niet helemaal gek. Gekkie. Poeh, maar... Nee, dat had te maken met de goede band die ik met Puma heb. Ja, daarom zei ik al. Poeh, maar... Stefan, wat kan Stefan nog in deze wedstrijd, Bas? Voorzetten geven. Ja, dat sowieso. Dat is zijn kracht. Maar kan hij nog terugkomen in deze wedstrijd? Ja, ik moet er gewoon eerlijk zijn. Ik zie dat niet gebeuren. Helemaal niet. Omdat Nick dendert het gewoon door. Bijna een overtreding op een nare plek. Reddingje van De Gea. Ja. Voorkomt dat Nick al voor rust op 3-0 komt. Als Stefan snel of niet tegendoelpunten krijgt, dan gaat zijn kopje ook snel hangen. Stefans probleem is denk ik het verdedigen. Want aanvallend zie ik hem nog wel eens wat aardige dingen doen. Maar hij krijgt te veel doelpunten tegen, toch? Ja, mee eens. Vorige week een 1-1 resultaat tegen VVV. Ja, dat is dan keurig. Ja. Hier, fake Rabonetje. Maar het zet geen zoda aan. Zo, dit ziet er wel erg leuk. Netjes uit, hoor. Oh, Stefan! Dolle met Zwolle. Dit was gewoon een wereldgoal geweest, hoor. Ja, Dolle met Zwolle. Kijk, dan ben ik wel trots op Stefan, hè. Dan wel. Ja, tuurlijk. Alleen als hij je mooie dingen laat zien. Maar nu krijgt hij de zon door en dan is het klaar. Kijk, wat... In dat opzicht mag ik zeggen, lijkt hij wel op mij. Grote leuk doen met die trucjes en dan tegenkrijgen. Maar hij denkt natuurlijk, ik speel nu tegen Nick. Die maakt ook altijd van die gekke doelpunten. Daardoor ga ik er maar gewoon mee. Nou, weet ik niet. Denk het niet. Hij ziet balbezit voor Zwolle, maar daar koop je niks voor. Waar zijn Le Puissance voor eigenlijk? La Puissance, ja, dat weet onze geluidsman. We kunnen het gewoon eigenlijk wel even live vragen. Hoe heet het ook alweer? La Puissance staat voor... De macht of de kracht. Ja, dat was het. Nou ja, goed. De macht of de kracht. Zo gaat het hier. Weet je toch gewoon, merk je dat we gewoon echt gewoon live allemaal dingen aan het doen zijn. Kijk, maar dit is ook onze functie. Kijk, we kunnen nu de kijkers ook wat dingen bijleren. Ja, mensen denken van, wow, zitten ze daar echt nu... Ja, zo, La Puissance. En dan heb je dadelijk één Fransman die denkt, nee, dat klopt helemaal niks. Puissance. 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 Le croque monsieur. Oui, oui. C'est vraiment génial. C'est très génial, non? Tu as bien un Zwolle. Maar wat is een croque monsieur? Dat is een verkapte tosti. Precies. Lekker, man. Een luxe woord voor gewoon eigenlijk een tosti. Hou je meer van croque monsieur of een croissant? Ik hou helemaal niet van croissant, man. Nee? Ik heb een hekel aan bladen tegen. Een croissant neuf? Zoals zij zijn boodje vind ik vies. Croissant neuf? Oui, neuf. Oui, neuf. Hou je daar ook niet van? Un, deux, trois, quatre... Un, deux, trois? Trois. Oké, goed. Staat 2 tegen 0. Heel goed. Frankrijk, moet ik zeggen. Wat ik zag FCG staan. Ik weet het niet mooi is altijd die mensen bij de finish van de Tour de France. Weet je wel, die commentator daar. Wat dan? Is het Marcelo? C'est la frame de l'étape. C'est le gullit. Gareth Bale. En dat gaat dan maar zo door. Stefan Vellinga. Ja. Stefan Vellinga. Stefan de Chavanel. Oké, genoeg. Ik moet je nu even weer in tomen. Ja, doe wat maar. Viera. De mensen die dit nu aanhoren denken van waar de fuck ben ik naar aan het luisteren. Ja, precies, en dat dacht ik zelfs al. Dus. Dat dacht jij ook? Oké. Okay. Laten we gewoon even genieten van Nick's aanvalspel op dit moment. Gullit voor de derde! Dan, goeie genade. Stefan die weet het ook niet meer, zie je al. Ja, maar kijk, dit is gewoon echt van rand 16. Maar ik zie gewoon niet de Stefan die je kent. Dat zie ik gewoon niet. Je ziet een heel ander iemand zitten. Maar je moet wel, denk ik, uitkijken met te veel van dit soort uitspraken. Want dan, als Stefan dit kijkt, dan denkt hij echt... Helemaal niet. Ik heb het gewoon tegen Stefan gezegd. Stefan heeft het zelf ook tegen mij gezegd. Ja. Dat hij niet in zijn vertrouwde setting zeg maar, zit. En ik krijg gewoon een beetje buikpijn van, oprecht. Oké. Okay. Ik vind het een heel naar gevoel. Oké. Okay. Dat hij hier dus echt zit met een gevoel van... Kijk, je ziet het eraan. Ik ben mezelf niet, maar niet op mijn plek. Kijk, je ziet het aan hem. Op mijn plek. Ja, het is toch naar. Ja, maar in dat opzicht heb ik gewoon de neiging om het ook een beetje voor Stefan op te nemen. Ja, precies. Dat hij met beperkingen nog moet zitten, terwijl hij het al sowieso moeilijk zou krijgen. Beperking?
Wat? Hij heeft al beperkingen van de club meegekregen. Oh zo. Ja, ga je nu alles wat ik zeg gewoon in twijfel brengen? Of nee, wat ga je doen? Niet. Helemaal niet. Rustig maar, Bas. Hier, kijk eens. Oh, oké. Okay. Dit is een ideaal moment om te doen als je er nog aan bent. Ja, dan geef je het wel op als je dat daar op die plek doet. Dan is het wel klaar. Klaar, ja. Klaar, ja. Volle tour in als een jaar, ja. Keeper met rug nummer 4 kan ik ook heel slecht tegen. Gevaarlijke bal. Kom op, Pek. Ik gun het Stefan echt om even een doelpuntje te maken. Een doelpuntje gewoon moet toch kunnen? Laten we eens even kijken naar het programma van Stefan in de komende weken. Hij speelt volgende week, easy win natuurlijk, tegen Jay Feyenoord. Dat is easy snack. Ja, de week daarna tegen Niels Christ. Oké. Okay. Ga je daar met extra aandacht naar kijken, naar die wedstrijd? Denk je dat er dan wat te halen valt? Nou, niet met extra aandacht, maar ik ben benieuwd inderdaad. Oh, oké. Okay, dit is ook een werelddoelpuntje geweest, hoor. Oh. Zie je niet veel, hè, die Akka? Nee, hoor, heel weinig. Lekkere trick. Maar daarom, ik ben ook fan in dat opzicht gewoon van Nick, hoor. Die speelt echt leuk voetbal. Ik ook. Echt leuk FIFA, mooie doelpunten, man. Ik denk dat je bijna geen fan kunt zijn van Nick. Maar het is gewoon heel sick dat hij gewoon skills en dat soort dingen combineert met prestaties. Ja. Dat vind ik heel mooi om te zien. Want hij staat dus gewoon om de zesde plek, hè? Ja. Zeker. Dat spel, dat is toch heel mooi. Dat heb je altijd in de Eredivisie ook. Is altijd een subtopper waar je gewoon helemaal gek van bent. Ja. Dat is Nick, denk ik ook. Weet je, voor veel mensen. Welke club is dat bij jou dan? Verschilt een beetje per seizoen. Maar okay. Dit seizoen vind ik Pek toevallig. Ja, en dat zeg ik echt heel objectief. Maar nee, Brecht, Pek maakt natuurlijk een hele leuke indruk. Ja. Vorig jaar bijvoorbeeld Utrecht heel veel leuke dingen liet zien. Ja. Zijn ook helemaal weer een clubje, toch? Heracles. Of ben je nu alles wat ik zeg in twijfel aan het trekken? Nee, helemaal niet. Oké. Okay. Sterker nog, ik ben het gewoon met je eens. Ja. Nog even doorgaan tot Pek zijn programma. Haar programma, moet ik eigenlijk zeggen. Heerenveen is Niels Christ. Daarna Sparta, Frank van der Slot. Die zit ook een beetje in een neerwaartse spiraal. Dat belooft wel een viral potje te gaan worden. Ja. Want ik denk dan dat Stefan wel weer... Dan gaan de clowneske... Nee, maar dan ben ik dus benieuwd wat er gaat gebeuren als Frank en Stefan gewoon weer die oude vertrouwde dingen terughalen. Dus gewoon gaan lullen, gewoon gaan praten. Dan ben ik benieuwd hoe Stefan presteert. Ja. Man, als je dat programma ziet, joh, voor Stefan, hij moet nog zoveel moeilijk kapot. Ja. Krijgt hij na Frank, krijgt hij nog Tom Heijnen, Levy... Emre Benli. Oei, oei, oei. En dan de laatste wedstrijden zijn nog tegen Daniel Kuipers en Aristot. Dat is geen makkelijk programma. Dat is geen laag makkelijk programma nog, nee. Maar goed. Dus Stefan, was je nog niet depressief geraakt door deze wedstrijd tegen Nick Den Hamer? Want die is echt aan het strooien. Oh mijn god. Niet normaal. Wow. Prachtig, ik vind het heel mooi. Zag je hoe Stefan ze even feliciteert? Nick, nee, die tikte volgens mij tegen zijn kop aan. Ja, hij tikte hem volgens mij echt even aan van lekkere goal, man. Gefeliciteerd. Vind ik zo sportief. Ja, maar wat moet je? Dit is gewoon een werelddoelpunt. Ja, tuurlijk, maar het is toch prachtig dat hij dat nu op kan brengen? Ik kan er ook om lachen, maar wat moet je doen? Je staat 3-0 achter, nu 4-0. Klopt. Maar gewoon dat Stefan nog een doelpunt maakt. Wordt het nog 4-1? Dat hoop ik dan wel weer. Ja, inderdaad. Als ik zeg, joh, Nick is zo'n fantastische speler. Oh mijn god. Alles lukt ook. Hè? Nu begint het wel een beetje... Oh mijn god, nee toch? Nou moet je even normaal gaan doen, hoor, Nick. Ja, Nick. Of anders ga ik echt nu even ingrijpen. Echt, Alles lukt ook, hè? Nick doet dit ook expres, hè? Omdat hij zit... Hij zei nog tegen mij... Let op, dollen met Zwolle, zegt hij. Zei hij nog. Ja. Hij doelt gewoon tegen Zwolle. Ja. Hij doelt echt hij met jou. Hij doelt met Zwolle. Ja. Hij zei nog expres. Vind ik heel pijnlijk. Ja, nee, maar... Gaat hij gewoon een paar klapjes voor krijgen, hoor. Dat zeg ik ook gewoon eerlijk. Ja. Is dit Boateng? Dat is Boateng. Dat lijkt het op, ja. Ja. Helemaal achterin, bij de tweede paal. Met zijn weakfoot. De hoekschop natuurlijk, met zijn weakfoot. In de kruising. Oké. Okay. Van 3 meter afstand. Ik wil net een leuk momentje aan het creëren en dan maakt het weer helemaal kapot. Ja, maar jij doet het alsof het heel bijzonder is dat iemand vanaf, zeg maar... Nee, maar ik som een paar aparte momenten op. En dan vind ik het leuk om dat nog even te dramatiseren. Dat begrijp te romantiseren zelfs. Ik wil heel graag eventjes dan weer toch wel weer... Ja, wel even een klein stoere jongen uithangen. Nee, helemaal van, ik ben Koen Weiland. Nee, maar even rationaliseren. Even jouw romantische blik. Jouw veel te romantische kijk nou, op dingen. Koek. Ja. 5-1. Ik denk dat we afsluiten met het doelpunt van Stefan. Maar dat denk ik van, nou, dat gaan we maar niet doen. Nee, hij wil toch weer het laatste woord hebben. Weet je, dat is jij eigenlijk. Vijf 1 staat het. En zal het gaan eindigen? Of is Stefan nog iets van plan? Kijk eens even, lekkere pirouette. Valencia. Bassie, die zegt niks meer.
Lozano krijgt nog een inworpje mee. Dit zijn de laatste stuiptrekkingen van dit duel. Terwijl we de laatste stuiptrekkingen van Bassi, denk ik, al een minuut geleden gehoord hebben. Valencia slingert hem nog één keer voor. Nog één doelpunt. Nee, het zal klaar zijn. Groningen doet goede zaken. Klimt naar 16 punten. En klimt geen positie op de ranglijst. Ik ga Heracles niet voorbij. Maar hij wint dus met 5-1 van PEC Zwolle. Dankjewel, Bassi. De wedstrijd Groningen-PEC Zwolle eindigde in 5-1. En als ik zo naar jouw gameplay en naar jouw team kijk, kijk ik naar absolute Europese wereldtop. Deze wedstrijd was wel lekker. Ja, lijkt ook meer op wat ik thuis doe. Afgelopen wedstrijden niet echt, maar nu wel. Dus ik was wel tevreden mee. Ja. Weet je wie heel boos op jou was? Bas. Bas was heel boos op jou. Bas die vindt het heel vervelend als jij zulke mooie goals scoort en helemaal tegen zijn geliefde PEC. Wil je nog iets tegen Bas in de camera zeggen? Dolle met Zwolle. Klasse, hey. Gefeliciteerd. Stefan, ik vroeg het net al aan Nick, maar hij heeft het niet echt bevestigd. Is hij absoluut de Europese wereldtop? Ja, als ik zie wat hij presteert in de Weekend League wekelijks. Hij is 9 keer achter elkaar in de top 100 van mij gekomen. En als je dat team van hem ziet met 4 Team of the Years en de rest van mijn icons. Het verschilt niet heel veel met jouw team, toch? Valencia en Bailly, volgens mij waren die hetzelfde. Ja, precies. Nee, de kleurtjes die waren net wat anders, maar de spelers waren hetzelfde. Nee, maar ja, geweldig gespeeld heeft hij. En ik baal eigenlijk ook niet van deze nederlaag een keer. Normaal ben ik er echt wel ziek van, want de laatste week speel ik echt goed. Vandaag kwam ik er maar niet in en hij was gewoon even klasse beter. Ja, en we hadden het er net al even buiten de camera over. Je hebt de afgelopen rondes wel echt tegen goede tegenstanders gespeeld. Dus wellicht dat je het nu iets makkelijker gaat krijgen. Ja, maar ook tegen die goede tegenstanders was mijn spel gewoon goed. En zat er ook meer in, dan word je niet beloond. En dan net, ja, misschien nog een beetje stress aan het eind, dat je weer even ballen inlevert, waardoor je een voorsprong weer weggeeft. Want dat is de laatste week ook veel gebeurd. Dat moet verbeterd worden. En dat is ook wel deels ervaring. En kijk, de Weekend League speel ik geen top 100. Zit ik tussen 30 en 35. Dus daar ben ik hard voor aan het werken. En dan, ja, die kleine dingen zoals die balletje inleveren, dat moet er even uit. Alle vertrouwen, komt helemaal goed. Dankjewel. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.